staan hier vandaag bij de eerste stuw van de nieuwe Driemanspolder te Stompwijk. En we zijn bezig met de zogenaamde SIT. Dat is de Site Integration Test. En tijdens die test gaan we kijken of het hele integrale systeem van die Driemanspolder, die piekberging, of dat functioneert. We testen niet alleen of de kleppen naar beneden kunnen, voldoende water door het aanvoertracé heen kan gaan. Maar we testen ook allerlei veiligheidsmiddelen die we ingebouwd hebben. Bijvoorbeeld het plaatsen van een noodkering in het systeem. Het uitvoeren van noodstops en dergelijke. En we hopen dat als de test vandaag slaagt, dan is de Driemanspolder klaar als piekberging. En kunnen we hem ook daadwerkelijk gaan gebruiken waar die voor bedoeld is.